Als hij stift wil stiften, is het geen probleem. Dan maak ik een streep en gooi ik hem weg. Ja hoor, het is weer tijd voor een nieuwe video. Het is woensdag, het is 4 uur. Nee, het is dinsdag. Kut. Allemaal luid, zo. Apologize. Vandaag maak ik een video over iets heel speciaals. Ik wou namelijk altijd in mijn leven al een tattoo. En dat heb ik vandaag gedaan. En die ga ik vandaag jullie laten zien. Het is namelijk deze. Ja, er zit nogal een verhaal achter, laat ik het zo zeggen. Laat ik bij het begin beginnen. Ik keek vanochtend in de brievenbus. En toen zag ik een velletje met tattoos. Dus ik gooi die tattoo, ik gooi die water, ik hou vast, ik haal eraf. Heb je tattoo? En hij zit er al fucking 5 weken en ik krijg hem er niet vanaf. Grapje! What the fuck moesten die baby's hier? Nee, ik keek naar mijn video's en ik zag allemaal video's met allemaal verschillende mensen. Dan dacht ik, weet je wat? Je bent volgens mij geabonneerd op de Kelvin omdat je mij wil zien. Dus vandaag krijg je een video met alleen mij. Dat is niet waar, je ziet ook allemaal andere mensen. Namelijk mensen op Snapchat. Oké, ik zal jullie even wat informatie geven. Ik heb deze snap zojuist geplaatst. Sukkel is hij ook. Als je me trouwens nog niet volgt op Snapchat, dan kun je dat natuurlijk doen. Dan ga je Calvin, dat ben ik. Dan kun je me volgen. Hartstikke leuk. Ik snap niks. Ik wil graag weten wat jouw 2 doopnamen zijn. Mira0032 wil graag weten wat mijn 2 doopnamen zijn. Nou, dit zal ik je eens even luidkeels vertellen. Namelijk, ben niet gedoopt. Maar ik ben wel doop. Nee, ik had het niet tegen jou, Mira. Ik had het tegen mezelf. Nee, dat is goed. Volgende. Hey, Kelvin. Hoe gaat het? Eigenlijk is vandaag geen ochtendhumeur. Nee. Ik heb alleen een Snapchat-humeur als mensen me zulke stomme snaps sturen. Word ik pissig van. Grapje. Ik vond hem erg leuk. Dus ik heb... sorry, man. Leuk dat jullie mijn serieuze poging om jullie vragen te beantwoorden bespotten met zulke komische filmpjes. Ik heb geel haar. Kijk dan, bitch! Geen enkel probleem. Jawel, oké. Okay. Liever nooit meer je mensen zien, omdat ik met een volgaan of liever nooit meer YouTube gebruiken. Als Kelvin, groetjes thuis. Dan zou ik toch zeggen, nooit meer een YouTube filmpje maken. Want dat betekent dat je nog wel andere filmpjes mag maken. En filmpjes maken vind ik het allerleukst. Dus ik kan mijn filmpje net zo goed maken en dan op de DVD gooien en naar iedereen toesturen. Is de boer in deze video? Hoi Kelvin, wat mis je het meest aan thuis horen bij je ouders? Wat mis ik het meest aan thuis horen bij mijn ouders? Nou, dat zal ik eens even haarlijn uitleggen. Haarlijn, dat zal ik je haarlijn even uitleggen. Wat mis ik het meest aan thuis worden bij mijn ouders? Ik denk toch dat dat is. Het bijzijn van je familie ten alle tijden. Maar het is oprecht zo. Want weet je, sommige mensen zouden zeggen, dat je niet hoeft schoen te maken. Of dat je niet hoeft te koken en zo. Nee, maar het is oprecht gewoon, wacht. Start zielige muziek. Okay. Het is oprecht zo. Dat als je niet meer thuis woont, dat je je familie dan wat minder vaak ziet. En dat is natuurlijk jammer. En daarom dat ik heel vaak denk, kon ik maar eventjes zo bij mijn ouders zijn. Even een kopje thee en dan weer weg. Maar nee hoor, ik woon fucking 3 uur van ze vandaan. Want ik heb besloten om naar Amsterdam te gaan terwijl mijn ouders in Groningen wonen. Briljante keuze, Kelvin. Zo jong, die snapjes die vliegen binnen als wespen op een zomerse terras. Yo, waarom ben je begonnen met YouTube? Waarom ben ik begonnen met YouTube? Nooit volgens mij. Ben ik ooit begonnen met YouTube? Nee. Ben ik van plan om toch mijn 50 YouTube filmpjes te blijven maken? Nee. Jawel. Wat ben ik? Nee. Het is een beetje een dubbele vraag. Maar aan de ene kant denk ik, ja, het is prima. Ik vind filmmaken superleuk. Maar als ik morgen opsta en ik vind kaasstengels fucking leuk, dan ga ik godverdomme ook kaasstengels maken. Oh, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Gaat er ooit iets mis voor je video opnieuw? Gaat er ooit iets mis voor als ik mijn video opnieuw... Gaat er ooit iets mis als ik mijn... Gaat er ooit iets mis dat, zodat ik een video... Yo, what's up, bro? De vraag is, ben je ooit verliefd op Peter geweest? Ik denk het wel. Het antwoord is, nee. Ik heb een bepaalde soort liefde voor Peter, maar weet je, dat is een soort liefde die zich niet kan uiten in de vorm van, ik wil graag met jou kabonki bonki, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, dus ik ben nooit verliefd op Peter geweest. Ik zal het denk ik ook nooit worden. Is Amsterdam een leuke student? Ik zou het niet weten, ik ben namelijk geen student. Ik woon al in Amsterdam en als Amsterdammer, ik heb zo'n haat-liefde-verhouding met Amsterdam. Op enig moment denk ik van, nou, als lach aan de andere kant, vind ik Amsterdam iets hebben. Ik ben gewoon niet gemaakt voor een
een fucking drukke stad. Ik vind Amsterdam geen fantastische stad. Maar als ik moest kiezen voor een stad, dan koos ik toch sowieso zeker wel voor Groningen. Ik zucht dat de kooien hier toch boven stonden. Hebben ze geen last van de regen? Over video's gesproken, ik maak soms ook video's met chickies. En dat doe ik graag. Ik doe dat graag met frisse chicks. En dat leidt mij naar het volgende onderwerp, namelijk deze video die ik samen heb gemaakt met Daisy en... Hoe de fuck heet die? Jeske! Hier staat een video die ik samen heb gemaakt met de chickies van Fris Chicks, genaamd Daisy en Jeske. Het zijn twee hele leuke, lieve meisjes. En ik ben samen met hen naar Walibi geweest en daar hebben we allemaal gekke dingen gedaan. Wil je nou die video checken? Dat kan! Dan moet je hier eventjes klikken en ook abonneren op het YouTube-kanaal van Fris Chicks. youtube.com/friss chicks. En dat was het. Ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer. Het was weer een feest. Ik vond het weer echt leuk om dit voor jullie te doen, want zo ben ik. Ik zet hem, ik rap het. Peace out. Love the folks. Oké. Tot volgende week. Bart, houdt graag van seksspeeltjes of zo. Stel je voor, uw vriend heeft schaamlaars. Hoe behandelt u dat? Ik ben een jongen, ik ben een... Nee, uw vriend, als uw kameraad.